Yo, welkom bij Geld op Geld. Laten we het hebben over de grote big tech bedrijven. Of die grote jongens op dit moment goede investeringen zijn of juist niet. Wat bedoel ik met big tech bedrijven? Ik heb het dan vooral over deze vijf grote jongens. Ik heb het dan over Google, Apple, Facebook, oftewel Meta, Amazon en Microsoft. Er zijn natuurlijk veel meer tech bedrijven. Op dit moment hebben zelfs Tesla en Nvidia een grotere market cap dan Facebook, dan Meta. Eigenlijk omdat Meta de afgelopen paar maanden flink is gedaald. En soms voegt men ook Netflix toe. Dan heeft men het over de Feng-aandelen. En dan voegt men Netflix toe. Maar als men het heeft over de vijf grote big tech-jongens, heeft men het meestal over deze vijf. En ik wil in dit filmpje dieper ingaan op deze vijf grote bedrijven. Want ik denk dat deze vijf bedrijven alle vijf echt hele mooie bedrijven zijn. Ze hebben allemaal eigen voor- en nadelen. Ze hebben allemaal hele mooie modes. Ze hebben allemaal hele sterke punten. Ze zijn over het algemeen bijna allemaal wel met elkaar aan het concurreren op de een of andere manier, maar hoe dan ook zijn het gewoon echt hele mooie bedrijven die het de afgelopen jaren ook echt heel erg goed hebben gedaan. Bijna iedereen gebruikt ook, nou, één van deze of bijna allemaal, misschien zelfs dagelijks allemaal. Het zijn gewoon hele mooie bedrijven. Dus laten we in dit filmpje ingaan of deze grote big tech jongens op dit moment ook wel interessante investeringen zijn of juist niet. Dus laten we even kijken naar grafieken, naar waarderingen, vergelijkingen, al dat soort dingen. Laten we eerst even beginnen met de SP500. Als we even kijken naar de SP500, dan zien we dat de SP500 na nou, de afgelopen 10 jaar natuurlijk flink is gestegen. Hier en daar wat kleine dalingen. Uh, hier eigenlijk vanaf november tot aan 14 maart een daling. Nou, vanaf daar zijn we toch best wel flink gestegen. Hier in 2020 natuurlijk een hele grote daling vanwege de pandemie. Eind 2018 een daling, maar voor de rest eigenlijk vooral stijgingen. Als we even gaan kijken naar wat die big tech jongens hebben gedaan in, zeg even dezelfde periode. En ik doe even mijn hoofd naar links. Dan zien we dat de SP500 is gestegen met 220%. Het is misschien een beetje klein en moeilijk om te lezen, dus ik zal het even oplezen. De SP500 is in ieder geval gestegen met 220% in nou, zeg ongeveer 10 jaar tijd. Apple is gestegen met 653%. Google met 727%. Microsoft met 901%. Facebook met 1080% en Amazon met maar liefst 1256%. Al die big tech bedrijven, die vijf grote jongens, hebben het veel beter gedaan dan zegt de SP500, die het al heel goed heeft gedaan de afgelopen tien jaar. En dat komt omdat het gewoon hele sterke bedrijven zijn die gewoon blijven groeien, die blijven innoveren, die heel veel geld investeren om te groeien en mede daardoor ook heel hard groeien. Als we even kijken naar die grote jongens en we kijken even wat die grote jongens hebben gedaan ten opzichte van november 2021, dan zien we iets heel anders. Dan zien we eigenlijk dat die grote jongens uh, over het algemeen het slechter hebben gedaan dan de SP500. Dan zien we dat de SP500 wederom met 3,05% is gedaald ten opzichte van uh, november 2021. Dan zien we dat Apple het wat beter heeft gedaan. Apple is gestegen met 13%. Dus Apple heeft het beter gedaan dan de SP500, maar de rest niet. Google is gedaald met 5,7%. Microsoft is gedaald met 8,9%, Amazon is gedaald met 10% en Facebook is gedaald met 33%. In eigenlijk maar een paar maanden tijd. Flinke dalingen en over het algemeen doen dus die big tech bedrijven, los van Apple, het slechter dan de SP500 ten opzichte van november. En dat terwijl deze bedrijven eigenlijk hele mooie bedrijven zijn, bedrijven die heel erg hard groeien. En ik wil deze bedrijven even vergelijken met heel veel andere bedrijven. Uh, eigenlijk vergelijken met bedrijven in de S&P 500. Stel, we pakken de S&P 500 er even bij. Dan zien we dat die grote big tech bedrijven, die vijf jongens, een weging hebben van ongeveer 25% van de S&P 500 omdat ze zo groot zijn. Dus bijna de kwart van de S&P 500 bestaat uit deze vijf grote jongens. Apple is zo groot dat die een weging heeft van ongeveer 7%. Microsoft ongeveer 6%. Amazon 3,7%. Google zelfs wat meer, maar Google heeft A en C aandelen. Dus nou, Google ongeveer 4,2%. Meta 1,3%. Al bij al gewoon hele grote bedrijven die ook een hele grote weging hebben. Maar laten we deze bedrijven even vergelijken met veel waarde- en dividendaandelen uit de S&P 500. Want dat is het sentiment. De beurs is wat gedaald en heel veel beleggers zijn richting waarde- en dividendaandelen gegaan. Die worden vaak gezien als wat veiliger. Zijn daardoor wel duurder geworden. Maar goed, laten we ze even vergelijken. Laten we even de grootste dividendaandelen pakken. De grootste qua marktwaarde. Laten we even kijken. Nou, Tesla en Nvidia zijn natuurlijk geen dividendaandelen. Laten we United Health erbij pakken. United Health heel groot, heel groot dividendaandeel, dat het ook heel goed doet. Laten we Johnson Johnson pakken. Laten we J.P. Morgan Chase pakken. Ook al geeft J.P. Morgan Chase wel een heel vertekend beeld. In ieder geval als je bijvoorbeeld kijkt naar de PI -E ratio, eh, banken zijn niet echt te eh, waarderen op PI -E ratios. Eh, ook als je kijkt naar hoe ze het hebben gedaan. Maar goed, kom ik zo meteen even op terug. Uh, laten we uh, Procter Gamble erbij pakken. Visa is ook niet echt een dividendaandeel. Laten we ExxonMobil erbij pakken. En laten we ook even Chevron erbij pakken. Laten we gewoon even de grootste dividendaandelen vergelijken met de grootste techbedrijven. Als we dan even dezelfde vergelijking nemen, dus vanaf november tot aan nu. En ik haal weer even mijn hoofd zo naar links. Dan zien we wederom dat de SP500, dus het lichtblauwe hier, is gedaald met 3,05%. En dan zien we dat JP Morgan Chase, de grootste bank ter wereld... Is gedaald met 17%. Flinke daling. En dat geeft wel een beetje een vertekend beeld. En dat komt vooral door Rusland en Oekraïne. En heel die situatie. Heel veel banken doen het op dit moment ook slecht. En als we even kijken naar Procter Gamble. Natuurlijk ook echt een gigant. Een stijging van 5%. Johnson Johnson bijna 10%. Voor zo'n bedrijf als Johnson Johnson is dat echt heel erg veel. United Health bijna 14%. ExxonMobil bijna 31%. Chevron bijna 44%. Nou geven ExxonMobil en Chevron ook een beetje een vertekend beeld. Want die zijn juist weer heel veel gestegen. Ook vanwege Rusland en Oekraïne. Omdat olieprijzen flink zijn gestegen. Maar over het algemeen zien we dat veel waarden en dividendaandelen nu zijn gestegen. En ik zou er heel veel andere aandelen bij kunnen pakken. Ik pak gewoon even de grootste. Ik zou ook bepaalde dividendaandelen kunnen cherrypicken. Bepaalde dividendaandelen die misschien met 200% of meer zijn gestegen in een paar maanden tijd. Maar dit zijn gewoon even de grootste jongens. En er zijn veel meer dividendaandelen die het heel goed hebben gedaan... Coca Cola heeft het heel goed gedaan. McDonald's heeft het goed gedaan, Pepsi heeft het goed gedaan. Uh, Appvy een dividend aandeel dat ik zelf bezit nu trouwens niet meer, ik heb hem verkocht, uh, omdat hij zo flink is gestegen. Um, Appy heeft het heel goed gedaan. Appvy is volgens mij gestegen met 30, 40% de afgelopen paar maanden. Uh, we zouden hem er even uh, erbij kunnen pakken. Even kijken, Appvy voegen we even toe. Appvy is nou, gestegen met bijna 40% ook sinds november. Het is gewoon zo dat waarde- en dividendaandelen het heel goed hebben gedaan de afgelopen paar maanden. En die worden op dit moment populairder. Omdat heel veel groeiaandelen, veel tech-aandelen zijn gedaald, zijn veel meer beleggers nu aan het kijken naar stabiele aandelen, naar aandelen die het goed doen. En veel meer beleggers zijn nu aan het kijken naar bijvoorbeeld bedrijven die in olie zitten, bedrijven zoals een Abwey, bedrijven zoals misschien een Coca-Cola of een Johnson Johnson of een Procter Gamble, die als stabiel worden gezien, die dividend uitkeren. Uh, maar ik denk dat dit best wel een vertekend beeld geeft. Want laten we even kijken naar bepaalde waarderingen en bepaalde vergelijkingen. Laten we even kijken naar de SP 500 op dit moment. De SP 500 heeft op dit moment een PI-ratio van 25,92. En dat is een stuk lager dan, nou, zeg in november, zeg een paar maanden geleden. Toen zaten we op een gegeven moment zelfs boven de 35. En waarom is die gedaald? Eigenlijk twee redenen. De eerste reden is natuurlijk omdat de beurs een klein beetje is gedaald. En de tweede reden is omdat die grote bedrijven allemaal veel meer winst hebben gemaakt. Want wat is de PI-ratio? Prijs gedeeld door de winst per aandeel. En als bedrijven meer winst maken, gaat de PI-ratio ook omlaag. Dus het kan omlaag gaan door een daling van een aandeel, wat dus is gebeurd... en doordat bedrijven meer winst maken, wat dus ook is gebeurd. Op dit moment, rond die 25,92, staan we historisch gezien nog redelijk hoog... maar wel een stuk lager, ik denk ook een stuk gezonder voor de beurs... Maar los daarvan, laten we die 25,92 even onthouden en laten we even kijken naar al die grote techbedrijven. Laten we beginnen met Apple. Op dit moment heeft Apple een PI-ratio /E van 29, wat historisch gezien redelijk veel is voor Apple wel. Ook hoger dan het gemiddelde, het gemiddelde is dus zeg ongeveer 26. Um, maar goed, Apple is een heel mooi bedrijf. Is gewoon echt een heel mooi bedrijf. Met een heel mooi ecosysteem. Um, Apple is ook met van alles en nog wat bezig. Investeert in van alles en nog wat. Als iemand een iPhone heeft, dan wil diegene misschien ook een iPad of een iMac of nog iets anders. Geven ze vaak ook veel geld uit aan bepaalde uh, services van Apple. Uh, heel mooi, heel stabiel bedrijf dat waarschijnlijk jarenlang zal blijven groeien. Niet voor niks dat ze zo'n mooie motor hebben. Dat ze met van alles en nog wat bezig zijn. Apple investeert ook in van alles en nog wat. Uh, Apple investeert wel redelijk in het geheim. Uh, Apple maakt hun uh, investeringen vaak pas bekend als ze echt heel succesvol zijn en als ze voltooid zijn en als ze denken dat het hele mooie producten zijn. Zo gaan er bijvoorbeeld geruchten rond dat Apple aan het investeren is in een Apple Car, dus een elektrische voertuig van Apple. Dat Apple aan het investeren is in AR en VR headsets. Uh, hoe dan ook, heeft Apple heel veel geld. Uh, Apple keert zelfs een klein beetje dividend uit: 0,5%, dus niet zoveel. Maar goed, Apple doet ook aan share buybacks. Apple is gewoon een heel mooi bedrijf. Uh, redelijk duur. Ik vind hem zelf ook vrij prijzig met een P-ratio /E van rond de 29. Maar hoe dan ook een heel mooi bedrijf. Als we even kijken naar Microsoft. Microsoft heeft een P-ratio /E op dit moment van nou, 33. Redelijk hoog ook vind ik zelf. Uh, maar goed, Microsoft, ook een heel mooi bedrijf. Er zijn allemaal hele mooie bedrijven. Microsoft heeft ook een hele mooie mode. Bijna iedereen gebruikt Microsoft. Is het niet misschien Windows? Dan is het misschien Word of een Excel of een Outlook of misschien LinkedIn die ze hebben gekocht. Microsoft koopt ook echt van alles en nog wat. Microsoft koopt hele mooie bedrijven, zoals dus ook LinkedIn. was een hele mooie koop van Microsoft. Microsoft gaat binnenkort Activision Blizzard kopen voor 70 miljard dollar. 70 miljard is echt een absurd groot bedrag. En dan doen ze gewoon zomaar cash, omdat ze dat gewoon eigenlijk op de plank hebben liggen. Microsoft heeft zoveel geld. Super winstgevend. En ze zullen waarschijnlijk bedrijven blijven kopen. Bepaalde dingen blijven integreren. Want als ze Vision Blizzard hebben, zal het waarschijnlijk weer gunstig zijn voor de Xbox, die natuurlijk ook van Microsoft is. Ze investeren bijvoorbeeld in Microsoft Teams. Als ze zien dat dat heel erg succesvol is en uh, trending is op dit moment. En zo zal Microsoft de komende jaren gewoon blijven groeien. Zal Microsoft als bedrijf groter zijn over vijf jaar of over tien jaar dan nu, waarschijnlijk wel. Die kans is gewoon echt heel erg groot. Als we kijken naar bijvoorbeeld een Amazon, ook een heel mooi bedrijf. Amazon heeft wel een relatief hoge PI-ratio /E van nou, 50,5, even makkelijk gezegd. Nou geeft de PI-ratio /E natuurlijk niet altijd alles weer. Uh, je moet ook nooit echt alleen maar naar de PI-ratio /E kijken. Het is meer een soort indicatie. Uh, de PI-ratio /E kan bijvoorbeeld een vertekend beeld geven vanwege nou, zeg, uh, eenmalige kosten, of misschien uh, eenmalige benefits of wat dan ook. Uh, bij Amazon is het zo dat ze vooral heel erg veel geld investeren. Waarmee ze dus heel veel return on invested capital krijgen. Ze krijgen heel veel rendement op hun investering. En ze zijn echt vol aan het investeren. Ik denk dat Amazon ook een van de betere is van de grote techbedrijven in het investeren. En in heel veel rendement halen uit hun investeringen. Ik denk zelf beter dan bijvoorbeeld een Apple en een Microsoft. Ik denk veel beter ook dan een Google. Ook al heb ik zelf vertrouwen in Google, heb ik aandelen van Google. Denk ik dat Amazon heel goed is in het investeren in Frans en nog wat. En ze investeren ook echt in van alles en nog wat, van logistics tot aan AWS, die het echt heel erg goed doet natuurlijk. Um, tot aan Prime, tot aan Alexa. Ze hebben natuurlijk Twitch. Ze hebben echt van alles en nog wat. Ze groeien en ze zullen waarschijnlijk heel lang blijven groeien. Heel mooi bedrijf ook. Als we kijken naar Google, oftewel Alphabet, een P-ratio /E van 25,08. Dus een lagere P-ratio /E dan de gemiddelde P-ratio /E op de beurs. Terwijl Google heel hard groeit. Terwijl Google met hele mooie vooruitzichten kwam... ...het afgelopen kwartaal ook toen ze cijfers bekend hadden gemaakt. Uh, Google heeft natuurlijk Google Search. Ze hebben YouTube. Uh, ze hebben Google Cloud. En ze hebben echt allerlei investeringen... Uh, ...die ze ook allemaal bekend maken... ...die meestal ook gewoon <laughs> falen. Um, maar ze blijven wel investeren in van alles en nog wat. En waarschijnlijk zullen bepaalde investeringen ook wel goed uitpakken. Maar ik investeer vooral in Google vanwege Google Search... ...vanwege Google Cloud, vanwege YouTube... ...en vanwege hun groei. Ze zijn gewoon echt een free cashflow machine... Super winstgevend, hele mooie balance sheet en een vrij lage waardering. Als we kijken naar Meta, oftewel Facebook. Ik denk wel de ja, meest um, interessante op dit moment. Heel controversieel aandeel wel. Uh, sommige mensen die denken dat Facebook echt een onzin aandeel is. Um, die denken dat bepaalde bedrijven Facebook misschien uh, weg zullen concurreren. Um, die denken dat de metaverse een slechte investering is. En dat kan allemaal wel, maar hoe dan ook is het een heel laag gewaardeerd aandeel. Een PI-ratio /E van 16, omdat ze gewoon ongeveer gehalveerd zijn. Wat betreft uh, het aandeelprijs van, uh, van Facebook. Ik heb zelf ook aandelen van Facebook. Ik denk dat het een hele interessante is. Ze zijn gewoon ook echt een free cashflow machine met Facebook, met Instagram. Hele mooie balance sheet. Het is wel zo dat uh, Meta natuurlijk heel erg investeert in de metaverse. Uh, en het zal de vraag worden wat uh, dat uiteindelijk zal betekenen voor uh, Meta. Zal dat heel succesvol worden of juist niet? Ik zie het als een soort van call-optie. Dat zou heel succesvol kunnen worden, maar het kan ook zijn dat dat uiteindelijk een flop zal worden. En dat ze niet heel veel geld zullen verdienen met de Metaverse en dat ze dus eigenlijk vooral heel veel geld hebben geïnvesteerd, wat weggegooid geld was. Dat zou allemaal kunnen. Maar hoe dan ook, als je kijkt naar de waardering van Meta op dit moment, zeker ook ten opzichte van die free cash flow die ze hebben met Facebook en met Instagram en alle groei, heel erg laag. Uh, de meningen zijn erover verdeeld. Ik denk dat het een hele mooie is. Maar goed, als we deze vijf grote jongens gaan vergelijken met heel veel andere dividendaandelen, dan komen we denk ik tot best wel een interessante conclusie. Want stel, we gaan Meta vergelijken met een United Health bijvoorbeeld. United Health heeft op dit moment een PI-ratio /E van 28. Dus dat is een hogere PI-ratio /E dan Meta, hoger dan Google, bijna net zo hoog als een Apple. Voor United Health. United Health heeft zoals Apple niet een heel mooi ecosysteem. Uh, tuurlijk heeft United Health uh, ook weer zijn voor- en, en nadelen. Uh, en het is niet dat United Health niet groeit. Ze zullen waarschijnlijk ook groeien met misschien 5% per jaar. Wat natuurlijk heel mooi is voor zo'n vrij stabiel aandeel. Maar een PI-ratio /E van 28 voor United Health, ik denk persoonlijk echt wel prijzig. Als we kijken naar Procter Gamble, een heel populair dividendaandeel. Maar wel een PI-ratio /E van 27,43 op dit moment voor Procter Gamble. Procter Gamble is niet zoals Apple aan het investeren in misschien een Apple Car of in VR of AR billen die ze heel veel geld kunnen opleveren. Procter Gamble is niet aan het investeren zoals in Google bijvoorbeeld, in van alles en nog wat. Uh, Procter Gamble is niet aan het investeren in de metaverse. Procter Gamble zal waarschijnlijk de komende jaren nauwelijks groeien. Ze zullen waarschijnlijk wel groeien de komende paar jaar wat betreft bedrijf. Uh, en dat doen ze al heel lang. Ik bedoel als we uit gaan zoomen. Dan zien we dat Procter Gamble ook echt een hele mooie compounder is geweest. Uh, is natuurlijk heel flink gestegen. Ook de nou, afgelopen nou, hele lange tijd zelfs. We kijken helemaal terug naar uh, 1985 hier. Het is een mooi bedrijf, dat zeker. Ze zullen ook groeien, waarschijnlijk met een paar procent. Maar zullen ze groeien met misschien 10% of 20%? Zoals andere big tech bedrijven? Dat zeker niet. En dan een PI-ratio /E van 27? Ik vind het persoonlijk echt wel hoog. Als we even kijken naar een hele populaire: McDonald's. Die kennen we echt allemaal. Een PI-ratio /E van rond de 25%. Dus, een PI-ratio e. zoals bijvoorbeeld een Google. Veel meer dan bijvoorbeeld een Meta voor McDonald's. Een super saai uh, bedrijf eigenlijk. Dat misschien ook een paar procent zal groeien. Als McDonald's met bijvoorbeeld 5% per jaar groeit. Dan zullen ze het echt heel erg goed doen. Dat is echt wel heel veel voor McDonald's de komende jaren. Ik denk dat het heel moeilijk zal worden voor ze. Maar zal McDonald's er over 5 of 10 jaar uh, nog steeds zijn? Ja, dat denk ik wel. Het is een heel stabiel bedrijf, dat ook wel. Maar wel een vrij duur bedrijf nu. Eigenlijk ook omdat ze gewoon flink zijn gestegen. En dit is ook een hele mooie compounder geweest. Maar McDonald's heeft ook zijn moeilijkere tijd gehad. Kijk hier bijvoorbeeld als we kijken naar 2020. De daling omdat er natuurlijk heel veel restaurants bijvoorbeeld zijn gesloten. Heeft McDonald's daar ook heel veel last van gehad. En McDonald's heeft ook zo zijn risico's. Net als dat bijvoorbeeld techbedrijven risico's hebben rondom bijvoorbeeld regulering. Heeft McDonald's ook risico's? Heeft ieder bedrijf zijn risico's, maar om voor McDonald's een PI-ratio /E te betalen op dit moment van 25, terwijl op dit moment Apple een P-ratio /E heeft van 29, terwijl Microsoft een P-ratio /E heeft van 33, niet zo heel veel duurder, Google zelfs maar 25 en Meta veel goedkoper, ja, dan vind ik persoonlijk McDonald's echt wel prijzig. En ik vind McDonald's echt wel een heel mooi bedrijf. Ze hebben bijvoorbeeld ook heel veel vastgoed, eigenlijk, omdat ze zoveel locaties hebben, zoveel panden, op echt hele mooie plekken, hele mooie, hele grote steden. Maar dan nog is McDonald's gewoon echt wel prijzig. Als we kijken naar een andere hele populaire, Coca-Cola. Coca-Cola, een PI-ratio van 28 op dit moment. Coca-Cola zal gewoon nauwelijks groeien de komende jaren. Coca-Cola heeft de afgelopen 10 jaar ook gewoon bijna geen groei laten zien. Coca-Cola is een super stabiel bedrijf. En tuurlijk keren ze ongeveer 3% dividend uit. Wat natuurlijk heel mooi is. Maar Coca-Cola laat de afgelopen 10 jaar al bijna geen groei zien. Zullen de komende 10 jaar waarschijnlijk ook bijna geen groei laten zien. Zullen ze over 10 jaar bestaan, of over 15 jaar bestaan? Waarschijnlijk wel. Maar is het een hele mooie investering? Zeker vergeleken met bijvoorbeeld een Apple met ongeveer dezelfde PI-ratio. /E Microsoft met een iets hogere PI-ratio. /E met een Amazon die echt in van alles en nog wat investeert. Met een Google die met van alles en nog wat bezig is met een lagere PI-ratio. /E met Meta, die heel veel potentie heeft, die ook een hele mooie balance sheet heeft. Die zeker niet failliet gaat de komende paar jaar omdat ze zoveel cash hebben. En dan Coca Cola, een PI-ratio /E van 28. Laten we even kijken naar Pepsi. Pepsi een PI-ratio /E van 31 op dit moment. Terwijl Pepsi waarschijnlijk de komende jaren ook nauwelijks zal groeien. Is Pepsi bezig met de Metaverse? Is Pepsi bezig met cloud? Zoals Google, zoals Microsoft en zoals Amazon? Is Pepsi bezig met elektrische auto's, zoals misschien een Apple? Is Pepsi bezig met software en allerlei subscriptions waarmee ze heel hard kunnen groeien, zoals een Apple, zoals een Microsoft, zoals een Google? Nee, Pepsi is eigenlijk een heel saai bedrijf. En nogmaals, ik zeg niet dat Pepsi een heel slecht bedrijf is, of dat Coca-Cola of McDonald's slechte bedrijven zijn. Maar op dit moment zijn die aandelen gewoon gestegen. Terwijl eigenlijk heel veel techbedrijven zijn gedaald de afgelopen paar maanden, zoals we dus net ook zagen. Waardoor ik denk dat op dit moment die techbedrijven veel interessantere investeringen zijn... dan eigenlijk al die uh, dividendaandelen die juist zijn gestegen. Veel uh, beleggers zijn nu juist in die waardeaandelen aan het gaan... omdat die het de afgelopen paar maanden goed hebben gedaan. Omdat olie het goed doet. Uh, omdat ze stabiel zijn. Omdat ze dividend uitkeren. En dat zal allemaal wel. Maar zullen Apple, Microsoft, Amazon, Google en Meta... het de komende vijf of tien jaar beter doen... Dan United, dan Procter Gamble, dan McDonald's, dan Coca-Cola, dan PepsiCo en dan heel veel andere dividendaandelen. Ik denk het wel. Zeker met deze huidige waarderingen denk ik gewoon dat op dit moment die big tech jongens veel interessanter zijn. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Klik nog even op die like als het zo was. En dit is echt puur mijn mening. Dit is wat ik vind. En wil jij al je geld in Coca-Cola of McDonald's of in welk aandeel dan ook stoppen? Moet je dat echt vooral doen? Uh, misschien dat ze het heel goed zullen doen. Ik weet ook niet precies wat de toekomst zal brengen. Maar dit is gewoon wat ik zie. Dit is mijn mening. Ik denk dat big tech bedrijven op dit moment juist interessant zijn. Zeker vergeleken met gewoon heel veel waarde- en dividend-aandelen die ik gewoon prijzig vind. Ik heb zelf ook op dit moment aandelen van Google en van Meta. Ik vind Apple en Microsoft nog redelijk prijzig. Maar zijn dat mooie investeringen voor misschien 5 of 10 jaar? Nou, ik denk het wel. Uh, ik had zelf een paar weken geleden nog Amazon gekocht, uh, maar Amazon was echt met 10-15% gestegen in een week tijd, waardoor ik een kleine swing trade had gemaakt en met winst had verkocht ook. Uh, mijn aandelen van Google en Meta wil ik echt gewoon houden voor de lange termijn. En ik verwacht zelf gewoon dat die big tech bedrijven het over de lange termijn beter zullen doen dan heel veel andere dividend aandelen. Maar goed, of dat echt zo zal zijn, we zullen zien. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer weer en later.